Hey, wat goed hier, het is je panda, Steven Vechter. En super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer iets terug wat echt oud is, wat echt een tijdje niet meer heb gedaan. Het zijn de Fix Tricks. Ja, je boy die heeft een nieuwe Fix Tricks. Fix Tricks. Oké. Wil je nou meer van me zien? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan allemaal hier beneden. En zorg ook zeker voor dat je me even volgt op Instagram. Dat is steven.vechter_official. Oké, deze video gaat over hoe kun je iemand fixen op Instagram. Want ja, Instagram is nou gewoon een nieuwe ding waar mensen elkaar op fixen volgens mij. Dus ja. Als je iemand wil fixen op Instagram, doe ik het altijd zo. Zo fixte ik altijd op iemand op Instagram. Want ja, je weet het. Ja, boy, hè. Dus die grote fixen. Eindstand. Ik fixte altijd mensen op deze manier. Let op. Als eerste wat ik ging doen, ik ging die mensen volgen. En ik ging ervoor zorgen, als ze mij nog niet volgden, ging ze ervoor zorgen dat ze me terugvolgden. Dus dan ging ik ze volgen. En dan ging ik sowieso één foto liken. Want ja, dan zien ze dat. En dan denk ik van, hé. Dus het eerste wat je moet doen, is je gaat op je mobiel. En je gaat diegene volgen. En je gaat hem stalken. Dus je gaat kijken van, Oké, dus we gaan nu naar tip nummer 2. En dat is, je gaat een oude foto van hem liken. Dus wat je gewoon doet, is je gaat een foto van hem waar hij niet helemaal bloot of te sexy op staat. Je gaat gewoon een foto van hem liken, gewoon een normale foto, dat hij denkt van, wow. Ze gaan niet voor mijn dingen, ze gaat voor mij. Dus like een foto van hem, gewoon een mooie gewoon een foto waar jij van denkt, die vind ik echt mooi. Die ga je liken. Dan moet je wachten tot hij ook ja, een foto van jou tegelijk. Zoals hij geen foto tegelijk, like je nog een paar foto's, like hij terug. Kijk, dan wordt het spannend. Kijk, dan begint er wat aan bloeien. Wat je dan moet doen is, dan moet je ook weer gaan terugliken. Maar ja, eens dan post hij een keer een foto. Wat ga je doen? Dan reageer je alleen hartjes ogen. Je gaat reageren met alleen hartjes ogen. Dat is slim. Meestal wat ze daarna gaan doen is, daarna reageren ze weer terug met hartjes ogen. En dan denk je van, oeh. En dan hebben ze misschien wat in een verhaal staan waarvan je denkt van, wow, dit is echt mooi. Gewoon iets. Maakt niet uit. Je moet gewoon op het domste wat ze op hun verhaal misschien hebben, gewoon reageren. Maar je moet iets vinden waar ze op reageren. En dan moet je gewoon een gesprek aangaan. En dan komt de moeilijkste part. Ik wil gewoon vragen of ze gaan daten met jou. Of ze iets met jou willen gaan doen. En zo ja, dan heb je gewoon een date. Laat dat even achter in de reactie of dit bij jou heeft geholpen. Kunnen we naar de 1000 likes. Dat zou echt leuk zijn. Volg mij op Instagram. Druk op het belletje, ben je altijd up-to-date. En dan zie ik jou met je super leuke, lieve kopie weer laten.